Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zei niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zei niet true. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag 28 oktober. En ik heb een hele tijd niet gevlogd. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet en even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze nieuwe weekvlog. Ik ga heel spontaan nu naar een voetbalwedstrijd. Ik ga namelijk naar Ajax Feyenoord samen met mijn broertje. Want wij hebben een seizoenskaart. En ja, ik ga dus samen met mijn broertje mee, waar ik super veel zin in heb. Ik moet nog heel even een paar spulletjes pakken. Ik was even mijn sokken aan het aandoen. Wij gaan nu met de auto naar Amsterdam. En dan vlog ik even verder in de auto. Jul en ik hebben ons helemaal klaargemaakt. Dat we gaan zo dus naar Ajax toe. Heb je er zin in, Jul? Tuurlijk. Tuurlijk. Maar we gaan eerst even ons kleine babytje uitlaten. Kom eens, Tien. En En daarna gaan we dus met de auto naar Amsterdam rijden. Het begint om 2:30. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. En het is nu 12:30, toch? Ja. Want de klok is verzet. Dat wist ik helemaal niet. Ik werd vanochtend wakker. Ik dacht echt, wat is dit? Dus we gaan nu even Gino uitlaten. En ondertussen kan ik dus even vertellen waarom ik vorige week vlog zo slecht heb gedaan. Wat er dus was, ik had een week vakantie. En elke dag ging ik gewoon iets doen. En ik dacht elke dag van, nee, ik ga dit gewoon niet vloggen. Toen heb ik het ook gewoon echt helemaal gelaten. En dan soms, dan had ik 10 minuten, dacht ik van, oh ja, ik ga even vloggen. En toen dacht ik echt, het slaat helemaal nergens op. Ik was de beelden aan het editen en het klopte gewoon niet. Ik wil dat je mij niet verwijt. Ik wil dat je mij niet verwijt. Dat ik niet wil, neem me eens dan ben niet stil. En ik wil niet vervelend zijn. Kan ik even je leven zijn? Jij bent de hand van meisje. Jij hebt de verstand dat je... En Ajax heeft 3-0 gewonnen. En het was echt een leuke wedstrijd, toch, Jo? Zeker. Zeker een leuke wedstrijd. Dus we zijn heel erg blij. We gaan nu, is het ongeveer, deze klok loopt nog fout, 4:15. Nee, maar wel. En we gaan dus nu naar huis. We gaan eerst nog langs de McDonald's. En dan gaan we naar huis. En dan morgen weer naar school na een week. Dus dat is wel een beetje rot, maar dat komt goed. Ik ben weer thuis van de wedstrijd. En ik heb ook al lekker gegeten bij de Mac. En ik ben nu de vlog aan het editen. En daarna ga ik lekker slapen, want ik heb morgen weer school na een week. Dus jullie zien mij morgen. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik moet weer naar school. Het is 9:15 en om 9:00 gaat mijn trein. Ik moet nog even ontbijten, dus ik hoop dat dat gaat lukken. Het was weer even lastig om op te staan, maar het is me gelukt. Ik ontbijt altijd met yoghurt. En dan moet ik vandaag volgens mij tot 6:30 naar school. Dus weer echt een super lange dag. Maar ja. En wat heb ik aan? Een trui van Ralph Lauren en deze broek. En daaronder doe ik mijn superga's. Dus ik ga nu even ontbijten en dan ga ik naar school. Hey. Zo, ik ben echt wit in dit licht. Oh mijn god. Oké, ik ben op school. Al de hele dag.
Het is nu al 4:10. En we mogen eerder weg. Dus ik ben helemaal blij, want mijn moeder is vandaag jarig. Yay. Wat ga je nou weer reageren dan? Oh, je bent zo erg. En ja, ik heb een nieuwe jas aan. Zo cute. Zo leuk. En net is een nieuwe video online gekomen. Lucas, je bent je tas vergeten. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En gisteren was mijn moeder jarig. En ik was pas om 7:00 thuis van school. Super kut. Ik moet vandaag ook best wel lang naar school. Het is nu, even kijken, 10:00. 10:00, 9:00, zo. De klok is net weer verschoven. Wat ga ik eten? En daarna gaan we de sportafspraak. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik hoop echt dat ik iets niet ben afgevallen, want dat boeit me niet. Maar dat mijn spiermassa gewoon echt beter is. En mijn vetpercentage omlaag. Want heb ik deze hele maand voor niks gesport. Maar ik ga nu eens even eten. Wij hebben even een tosti gehaald. Een date. Heerlijk. Oké, ik ben terug van school. Ik ben helemaal nat geregend. Dus not so nice. Het is volgens mij ondertussen alweer 6:00. En ik ging in het donker weg. En ik kom ook weer in het donker terug. Ik heb straks mijn sportafspraak met Amber. Maar ik moet eigenlijk echt heel erg veel leren. Dus ik ga nu gelijk weer aan school. Ga ik zo meteen naar mijn sportafspraak en gaan meten en wegen. Ik zal even laten zien hoe dat van mij eruit ziet. Want ja, het maakt mij niet heel veel uit. Ik schaam me er niet voor. Weet je, iedereen moet gewoon tevreden zijn met zijn eigen lichaam. Dus ik vind dat ook niet erg om te laten zien. Dus ik ga nu even wat eten en drinken pakken en dan even lekker leren. Ja, lekker. Het moet ook gebeuren. Oké, ik ga even aan tafel leren. Ik heb even snel een paar broodjes en even wat soep gemaakt. Want ik ga denk ik pas na het sporten eten. Want anders krijg ik al heel erg buikpijn. Dus ik ga dit nu even opeten. Nog even met een YouTube video. En daarna ga ik echt gewoon een uur werken. Als dat lukt. Ja, ik moet wel. Oké. Ik heb me helemaal klaargemaakt voor het sporten. Ik heb mijn sportkleding aan. Ik ga voor 10 minuten allemaal bepalen. Even mijn topper meenemen. En ja, als ik iets film, dan film ik sowieso even met mijn telefoon. Want ik denk niet dat ik mijn camera meeneem. Am en ik hebben lekker gesport. We hebben een nieuwe schema. En jongens, ik was afgevallen. Ik vraag me niet hoe het kan. Maar het was echt zo. Nee, maar en voor de rest, ik zal... Ja, Amber ook. Amber ook. Amber veel meer. Is dat raar als ik dat zeg? Weet ik niet. Ik weet ook niet, want... Het kan ook weer zo negatief op mensen overkomen die dan... Ja, maar dat maakt op zich ook helemaal niks uit. Maar ik dacht ook van, is het raar om dan dat schema erin te laten, weet je wel. Om te laten zien van wat het verschil is. Maar dan denk ik, ja, mijn verschil is ook weer niet heel groot. We kunnen ons schema, wat we nu hebben gekregen, wel een keer laten zien. Ja, dat wel. Maar ik bedoel het schema van het afvallen, hè. Oh, ja. Oké. Oké, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is nu denk ik rond 10:00. Geen idee, even kijken.
Ja, het is 9:55 en ik moet om 9:45 weg, want ik begin om 11:00 op school. Ik heb me net even opgemaakt. Ik had heel veel mascara geknoeid. Dat knoei ik namelijk echt altijd. Ik moet nog wel even mijn haar doen, want het ziet er echt niet uit, want ik heb net gedoucht. Zo. En dan daarna ga ik dus naar school. En zo, ik lijk echt heel wit. Ik heb vandaag alleen beeldende vorming. Dus ik zit ook maar tot 2:00 op school. Maar dat mag ik wel, want ik heb echt... En gisteren en eergisteren moest ik tot 6:00 of 6:30 naar school. Dus dit heb ik wel even verdiend, laten we het zo maar zeggen. Wat ik aan heb is een trui van de Pull & Bear. Van de Pull & Bear. Ketting van Happiness Boutique. Kan je bestellen met mijn code, Janette. En ik heb een groene flare broek aan. En deze is van de Sting. En ik ga nu snel mijn haar doen en dan ga ik naar school. Ik ben bij het station en ik heb echt geen zin om uit te stappen. Ik ben echt zo moe en ik heb het zo koud. Maar ik ga het wel doen. Dat moet gewoon. Dus mijn trein gaat over 5 minuten. Oké, ik moet wel echt nu gaan. En ja, dat dus. En ik heb 3 uur volgens mij beeldende vorming. En dat is het enige wat ik heb vandaag. Dus dat valt heel erg mee en daarna ga ik even leren. Voor taal, want ik heb dinsdag mijn eerste toets. Eigenlijk zou ik dus vandaag mijn eerste toets hebben. De wiskalt, dat is overrekenen. Maar die had ik bij de intake al gehaald. Dus die hoef ik gelukkig niet te doen. Dus ik heb pas dinsdag dan mijn eerste taaltoets. Waar ik echt super zenuwachtig voor ben. Want ja, is toch wel lastig. Oké, wat we dus gaan maken. Ik ga hier op een hoed tekenen. En dan moeten we dit overtrekken. En hoe heet dit? Hm? Hoe heet dit? Ik weet niet hoe dit heet. Het werk. Opdruk of zo. Oké, ik heb hem nu overgetrokken en nu ga ik kijken wat er gaat gebeuren. Oh ja, hier zie je dan natuurlijk. Denk je dat het is gelukt? Ik hoop het voor je. Ik durf niet eens te kijken. Zo. Nou. Zo. Best vet, maar het lijkt wel op een man. Ik weet niet wat ik ervan vind. Mag ik jou plagen? Ja, pak maar. Thanks, schat. Wil je de verf ook? En de roller ligt daar. Oké, wat ik heb gedaan. Ik heb met van die materialen heb ik dit hier opgeplakt. En dan moest je het groen maken. En dan moest je hem zo eroverheen trekken. Dus dit is dit. Het is een beetje mislukt. Ik ben weer thuis van school. En ik ga even lekker wat eten maken. Want ik had expres geen eten mee naar school genomen. Omdat ik maar zo kort moest. En dan zit ik de hele les te eten. Dus ik ga lekker tosti maken. Lekker ongezond. En nadat ik een tosti heb gemaakt, moet ik wel echt gaan leren. Ik ga vanmiddag weg, dus dan heeft het geen nut. En ik moet morgen op stage een verhaal vertellen. Dus die moet ik uit mijn hoofd weten. Dus dat moet ik ook nog voorbereiden. Ik ben even op mijn tosti aan het wachten, maar ik dacht, ik laat even zien hoe bij mij eigenlijk een beetje alles in zijn werk gaat. Want ik doe dus PABO op de Leidse Hogeschool om juf te worden. En ik dacht, ik laat even een paar dingen zien. Misschien heb je er iets aan. Misschien heb je er helemaal niks aan. Ons rooster, daar hebben wij gewoon een website voor. Dit is mijn rooster in de week, maar dat vind ik niet heel handig. Dus die heb ik op mijn telefoon staan. En ik gebruikte heel lang, even kijken welke app. Gebruikte ik weekagenda. Maar als je die app gebruikt... gaan soms opeens al je gegevens weg. Dus dat is echt niet handig. Dus nu gebruik ik deze kalenders. En deze kan je dus ook verbinden met je agenda. Waardoor dus geel mijn rooster is. Bruin als ik moet werken. En je kan er ook nog andere dingen. Bijvoorbeeld als ik mijn nagels laat doen. Dit zijn afspraken en stage heb ik er nog in staan. Dus dat kan je allemaal eigenlijk een eigen kleur. Of als ik moet oppassen, dat maak ik dan weer groen. Dus dan maak ik een eigen kleur. Wat ik ook nog heel erg handig vind, is deze app. Wunderlist.
En hier doe ik mijn lijstjes in. Dus ook qua cadeautjes en van algemene dingen die ik moet doen. Maar ook schooldingen. Dus ja, en als ik dat dan heb gedaan, doe ik een vinkje. Maar wat ook super handig is, deze apps zijn ook verbonden met je laptop. Dus ik heb hem dus ook op mijn laptop staan. Dus ik kan hem hier ook aftekenen. Dus ik heb hem eigenlijk altijd bij me. Wat ik voor de rest nog eigenlijk heel erg handig vind. Even kijken hoor. Ik heb hier een mapje om mijn bureaulat met Pabo Janette. En daar heb ik dus echt alles van school in staan. En ik sla hier eigenlijk ook alles in op. Ik heb hier dan voor periode 1 de lessen. Dus alles wat er in de lessen ja, komt, heb ik dus per vak heb ik dat dan geordend. Dus dan... ja, dan kan je dat dan zo zien. Maar ik heb dus nu voor de toetsen, daar heb ik nu alleen nog een toetsoverzicht, want ik heb nog niks voor de toetsweek gedaan. Maar daar komen dus alle toetsdingen. En dan kan ik dat ook weer makkelijk in, ja, eigenlijk weer terugvinden in periode 2. Nog één app die ik heel erg handig vind is deze app. Scannable of zo. Geen idee. En hier kan je dus bestanden mee scannen en dan wordt het dus een PDF-bestand. Maar deze app is echt... heel erg handig. Ik zal het even laten zien. Ja, stel ik heb dit. Dus ik krijg een formulier van school. Oh. Wat ik dan doe. Is. Hij gaat het document zoeken. En dan maakt hij een eigen PDF bestand van. Maar ook echt een hele duidelijke. Dus dat echt dat het een ingescand papiertje is. Dus dat is super handig. Hierbij even mijn handige tips. Waar ik achter ben gekomen. Stel dat jullie nog handige tips hebben. Laat ze vooral weten, want misschien hebben andere mensen er ook nog iets aan. Dus dat eigenlijk. Oké, het is vandaag donderdag en ik ben de hele dag naar stage geweest. Ik heb voordat ik naar stage was niks gefilmd, omdat het echt heel erg vroeg was en ik heel erg moe was. Het is ondertussen 5:10. Ja. En... sorry, ik zag een berichtje. 5:10. Ik moet ook nog eens om 6:00 werken en ik ben echt helemaal gesloopt. Maar ja, ik moet. Dus dan ga ik maar. Ik moet eigenlijk ook echt leren. Volgens mij heb ik dat echt 100 keer gezegd. Een vriendin van mij is ook nog eens jarig. En dan vind ik altijd zo kut dat ik niks kan omdat ik moet leren. Maar ja, ik ga in ieder geval ja, nu even iets voor mezelf doen. Want ik dacht, ja, ik ga nu aan school. Maar ja, om in dit uurtje nu aan school te gaan terwijl ik helemaal kapot ben, heeft ook geen zin. Dus misschien doe ik dat na werk. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga in ieder geval nu... ik moet eigenlijk ook nog mijn oplader zoeken van mijn laptop. Even zoeken. En ja, dat is eigenlijk... Oké, ik ben al een tijdje terug van werk. Ik heb ook al geleerd. Het is inmiddels 11:00, denk ik. Ik ga nu mijn make-up eraf halen. Oh mijn god. Ik kan mezelf gewoon niet filmen omdat ik er zo verschrikkelijk uitzie. Morgen ook echt douchen. Maar ik ga nu mijn make-up eraf halen. Volgens mij zaten mijn vingers ook nog eens op de microfoon. Tanden poetsen. En lekker in bed liggen. Want ik ben echt kapot. Ik hoef morgen pas om 11:00 te beginnen. Ik ga om 8:00 mijn wekker zetten om te leren. Dus ja, strijden noemen we dat. Ik ga in ieder geval nu slapen. Goedemorgen, het is vandaag alweer vrijdag en het is 9:50. Ik begin pas om 11:00 op school. Dus ik moet over 10 minuutjes ongeveer naar de trein toe. En ik ga deze keer lopen, niet met de auto. Dus ja. En vandaag heb ik wel weer tot 6:00 les. Wat echt heel erg kut is. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Dus ik ga nu nog even wat spullen inpakken. En dan ga ik naar de trein lopen. Wat ik aan heb is Tommy blouseje en deze broek met deze streep van de Pull & Bear. Oké, ik loop weer naar school. Ik heb mijn Apple Watch in, dus dat ziet er een beetje gek uit. Ik moet ook echt niet mijn jas over doen, want dan heb ik echt een blauw shirt aan met een geel ding. Maar ik heb vandaag weer de hele dag les. Maar ja, ik moet daarna ook weer echt gaan leren, want ik heb volgende week zo'n toets. Oh, wat is dat? Ik weet niet of jullie dat hoorden of dat het in mijn appoortje was. Dus daar heb ik echt geen zin in. En ik ben zo gewend om elk weekend leuke dingen te doen. En uit te gaan en allemaal dat soort dingen. En het lukt gewoon niet. En ik haat dat echt. Maar ja, over 2 weken vier ik mijn verjaardag. Dus
ik mag echt niet klagen. En ik heb het volgens mij vergeleken met andere opleidingen relatief makkelijk. Wel veel, maar wel makkelijk of zo. Dus ja, ik ga nu naar het station lopen, want ik ben dus lopend gegaan. I'm very proud. Dus ja, en ik ga even muziek luisteren. The happiest Christmas tree. Ho, ho, ho. Someone came and they found me and took me home. With Christmas day, wait and see. I've been laughing happily with a ho, ho, ho. Ik ben op school samen met Vera. Dat is echt. Ja. Oké, we hebben net koor gehad en taal en rekenen. En nu hebben wij pauze. En over 5 minuten hebben we muziek en ja, dat is ons laatste uur. En dan hebben we een week vrij. Mm-hmm. Moet, moet jij de hele week inhalen? Nee. Hele week stage. Nee, ik mag de periode 2 inhalen. Dus ik ga donderdag wel. Mm-hmm. En ik ga sowieso 5 december, dat geldt ook als inhalen. Ja. Want dan krijgen wij vrij voor. En voor de rest mag ik het gewoon op random dagen inhalen, als ik wil. Mm, ik ga woensdag ook een dag inhalen. Oh, ik was 1 dag ziek. Oh ja, die maandag toen. Mm-hmm. Ja. En voor de rest moet ik 30 uur werken. Jezus. Dan moet ik en ook alles leren en maken. Ja. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Oh, ik wel. Ik dacht, ja... Kijk, ik had gewoon niet gekeken naar het rooster. Ja. Yeah. Dus ik dacht, dan doe ik het deze week wel. Ja, yeah, maar ja, het is zaten 4 dagen tot 6 uur of zo. Mhm. Hey, je bent. Blij dat je hier bent. En dan zitten we hier in het oude strandbuik. Wat je vertelt aan mijn lucht en bang. Dat we mijn hoofd dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Blij dat je hier bent. Hier. Ik ben blij dat je hier bent. Oh, nog één. Oké. En wij zitten we hier in het famele strandhuis. Maak me toch ook al met uit waar we waren. We zuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent. Blij dat je hier bent. In zoute landen, in zoute landen. Oké, ik ben weer een tijdje terug van school. En ik heb net nog even geleerd. Maar de concentratie is niet echt daar. Ik ga nu heel even de vlog een stukje editen. En daarna ga ik weer verder leren. En ik ben echt helemaal kapot. En morgenavond moet ik werken. Zondag moet ik de hele dag werken. Maandag moet ik werken. En dinsdag heb ik mijn toets. Dus het is allemaal niet heel handig ingepland. Maar ja, wat gaan we eraan doen? Helemaal niks. Dus elk moment wat ik nu kan gebruiken om te leren, moet ik een soort van benutten. En ja, dat dus. Zo, opeens gaat de tv aan. Hoe kan dit? Hallo. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik zie er echt niet uit. Ik heb net even mijn huid schoongemaakt. Maar dat is een beetje rood. En ik ben al bezig met leren. Mijn hele kamer is ook opgeruimd. Dan kan ik echt veel beter leren deze week. Ik ga straks misschien even langs bij mijn opa en oma. En vanavond moet ik werken. En voor de rest moet ik de vlog editen. Want morgen begin ik weer een nieuwe video. Dus ik hoop dat hij een beetje lang is. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik had wel een paar pakketjes deze week verwacht. Die eigenlijk nu pas volgende week komen. Dus dat is een beetje jammer voor de vlog. Maar ja, kan niet altijd natuurlijk. Misschien kan ik... Nee, even nadenken. Misschien iets over mijn opleiding of zo straks nog vertellen. Ik ga straks eerst wel even de video af editen. Want dan weet ik ook hoe lang die is. Ik heb wel een paar momenten op school gefilmd volgens mij. Ik weet het eigenlijk echt niet. Ik ga nu in ieder geval even dit snel afmaken. Vlog heel even editen. Kijken hoe lang die is. En dan ga ik weer verder met leren. Ik heb net de vlog helemaal afgeëdit. En hij is 25 minuten.
geen idee hoe ik dit ooit voor elkaar heb gekregen, maar oké. Ik ga nu verder met leren, dus ik dacht, dan is dit ook het einde van de video. Ik ga vandaag toch niet meer zoveel bijzonders doen. Ik hoorde wel dat ik zei dat het vandaag zondag was, maar het is vandaag zaterdag. Morgen ga ik weer een nieuwe video beginnen. Ik weet niet echt morgen of maandag, want ik moet morgen werken. Maar als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. Abonneert op mijn kanaal en even op mijn social media gaat volgen. En dan zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!